Dit is een bespreking van regel 12 tot en met 22 van het eerste boek van de Aeneis. In het voorafgaande heeft Virgilius de vraag gesteld aan de muzen wat in godsnaam de oorzaak is van de woede van Juno. En in dit stukje begint hij met een antwoord. Dit is een bespreking van Aeneis 1, regel 12 tot en met 22. In het voorafgaande heeft Virgilius twee dingen gedaan. Hij heeft namelijk gezegd dat zijn epos gaat over een virum, een man, zonder overigens de naam van Aeneas te noemen. En hij heeft de muzen gevraagd om hem te vertellen wat de oorzaken waren van de woede van Juno. Waarom is Juno nou zo boos op deze Aeneas? En in de rest van de inleiding van de Aeneis geeft de dichter zelf antwoord op die vraag. Dus welke reden heeft Juno nou om boos te zijn op Aeneas? En dan begint hij in dit stukje met het voorstellen van een urbs, een stad. Een stad was er. Ik heb hier een knop gemist. Dus die staat daar. Fuit betekent hij, zij of het is geweest. Dus een stad is er geweest, een antiqua, een oude stad. Die heet Carthago, dat staat daar. Tyrii coloni hoort bij elkaar, hyperbaton. Kolonisten uit Tyrus. Tyrus, dat is een stad in Fenicië. Carthago is dus een kolonie van deze stad Tyrus. Tyrische kolonisten, tenueren is hetzelfde als tenuerunt. Zij hebben gehouden letterlijk. Tyrische kolonisten bewoonden haar, dus die stad. Hij heet Carthago, zeiden we net al, in het volgende staat waar Carthago ligt. Contra, tegenover Italian en tegenover de Tiberina Ostia. Ostia, ostium betekent monding. Ostia betekent dus eigenlijk mondingen, maar dichters gebruiken vaak een meervoud als ze enkelvoud bedoelen. Tiberina is van de Tiber. Dus de Ostia Tiberina, dat is de monding van de Tiber. Carthago ligt tegenover Italië en de monding van de Tiber, longe, ver, ver tegenover Italië. Je kunt dus op een afstand gelegen van Italië. Ik heb in het boek een kaart opgenomen. Carthago worden twee dingen van gezegd. Dives, Carthago is dives, rijk. Dives met de genitivus betekent rijk aan iets. Opes zijn hulpmiddelen, dus middelen van inkomsten, zeg maar. Rijk aan inkomsten. En Carthago is asperima, zeer woest. In haar studiis belli, letterlijk in haar strevens van oorlog, in haar strevens naar oorlog. In haar oorlogsdrang. Dus het is een rijke en oorlogzuchtige stad. Kwam verwijst terug naar die stad. Haar is dus Carthago. Een relatieve aansluiting heet dit. Juno wordt gezegd. Vertoe, letterlijk wordt gezegd. Juno wordt gezegd. Haar, die stad, te hebben vereerd. Dus men zegt dat Juno die stad haar meer vereerd heeft. Dat meer, dat staat daar, magisch. Meer in het bijzonder, bovenmate, als enige, als ene stad, meer bemind heeft Teris Omnibus, weer een hyperbaton, hoort bij elkaar, meer dan Omnibus alle landen, dan alle andere landen, is de bedoeling. Dan hou je over een ablativus absolutus, post habita Samo. Samos is een eiland in de Egeïsche Zee tussen Turkije en Griekenland, waar een belangrijk heiligdom van Hera of Juno stond. En hier staat er letterlijk, post habere betekent achterstellen. Dus met achtergesteld zijnde Samos, met Samos zelfs achtergesteld zijnde. Dus Carthago betekent dat, was voor Juno nog belangrijker dan Samos. Eilanden zijn in het Latijn altijd vrouwelijk, vandaar post habita, ondanks de uitgang o. En dan worden over dat Carthago nog twee dingen gezegd. Hic, hic, hier en hier. De bedoeling is in Carthago. Hier was. En dan twee onderwerpen, daarom is vertaald zijn. In het Latijn hangt dat fuit alleen maar af van curus. Hier was haar wagen,
hier de wapens van haar. En dat slaat op een heiligdom in Carthago van een godin die daar Tanit heette, maar die hier gelijk wordt gesteld aan Juno. Dus in Carthago was een belangrijk heiligdom van Tanit, die hier geïdentificeerd wordt met Juno. Hoc regnum dea gentibus esse, si qua fata sinunt iaptum tenditque fovetque. De godin, dat is onderwerp. Hier vertaald met zij, maar dat is een foutje. Ik heb het inmiddels in de vertaling verbeterd. Dea betekent de godin, daar wordt Juno mee bedoeld. De godin, die streefde ernaar en begunstigde, staat hier letterlijk. En daarvan hangt af een accusativus cum infinitivo, namelijk hoc regnum esse. Dat dit de heerschappij was. En dit is natuurlijk die stad. Hè? Dat is dus dat Carthago, vond Juno, moest heersen over alle volkeren. Dat dit de heerschappij was, gentibus, over de volkeren. Zie als de lotsbeschikkingen, meervoud van fatum is dit, het zouden toestaan. Als de lotsbeschikkingen het zouden toestaan, qua is hetzelfde als aliqua op een of andere manier. Als de lotsbeschikkingen het op een of andere manier zouden toestaan, streefde de godin er toen al naar, jam toen, dat staat daar, toen al, dat dit de heerschappij zou zijn over de volkeren. En dan een soort en zij koesterde, en zij begunstigde de stad, is natuurlijk. In het voorafgaande staat dus voortdurend dat Carthago voor Juno een belangrijke stad is. Maar Juno's verwachtingen gaan niet door, staat hier al. Maar dat ging niet door. Enem, want set enem, een Latijnse zin kan beginnen met twee van dit soort voegwoorden. Dan moet je bij set moet je vergeefs of zoiets toevoegen, maar dat gaat niet door. Want audierat, hetzelfde als audiwerat, zij had gehoord, daarvan afhankelijk weer een ACI, progeniem duki, dat een nageslacht afgeleid werd, Trojano a sanguine, van Trojaans bloed, een geslacht quai, een geslacht dat, het relatieve bestaat wat ver in de bijzin hier, een geslacht dat eens zou verwoesten, zou neerwerpen, Tyria's Arkes, Hyperbaton weer, de Tyrische burcht. En met die Tyrische burcht, dat wordt dus Carthago mee bedoeld. Hè, want Carthago stond daar al, was gesticht door kolonisten uit Tyrus. Dus die van Trojaans bloed zou een nageslacht afgeleid worden, had Juno gehoord, dat eens Carthago zou verwoesten. Arkes, weer meervoud, net als net een keer de dichter bedoeld. Enkelvoud. Hink, hier vandaan betekent dat. Hier vandaan had zij gehoord, hangt nog steeds af van dat audierat en dan een nieuwe accusativus cum infinitivo. Zij had gehoord dat hier vandaan populum venturum, esse moet je aanvullen, dat een volk zou komen, een volk late regem belloque superbum. Dus van dat volk worden twee dingen gezegd, namelijk dat het wijds koning is, wijds koning en in oorlog trots. Daar had gehoord dat zo'n volk zou komen, excidio tot de ondergang, excidium is ondergang, de dativus geeft hier een doel aan, tot de ondergang van Libië. Carthago ligt in, ook volgens mij in het huidige Tunesië, maar de Romeinen noemden dat Libia in Noord-Afrika. Zie de kaart in het boek. Dus Juno had een zwak voor Carthago, maar ze wist al, ze kent natuurlijk de toekomst van haar man Jupiter, zij wist al dat dat niet door zou gaan, dat er ooit van Trojaans bloed een volk zou komen dat Carthago zou vernietigen. De lezer in de tijd van Virgilius weet dat hiermee de Romeinen bedoeld worden. Sic volvere parcas, nog steeds afhangen, die infinitief is nog steeds afhangend van audierat. Ze had gehoord, accusativus cum infinitivo weer, dat de parken wentelden zo.
Zo had ze gehoord, hadden de parken beschikt of beschikten de parkai. En de parkai, dat zijn de schikgodinnen, heten ze in het Nederlands, die de toekomst van de mens en de wereld bepalen.